mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Domland Live gaan we het hebben over de films Het Heft in Eigen Hand en Barierweg 4. We gaan het hebben over een nieuw betaalmiddel in Liemt. En we krijgen 6 kids over de vloer die binnenkort te zien zijn in de Beste Vrienden Quiz op ZEP. En we gaan theeleuten. Het is dinsdag 9 januari. De beste wensen voor u. En de eerste uitzending van 2018 van Domland Live. Ja, Lieke Faber uit Liemt is zeg maar hofleverancier als het gaat om het filmen bij de Spil. Sinds 2011 volgt zij hun al. We hebben op de bank Lieke, welkom. En Jan Habrake, zeg ik het goed? Habrake, toch? Ja. Bouwer en vrijwilliger bij de Spil onder andere. Ja. Lieke, jij bent de afgelopen 2,5 jaar al bezig met een prachtig project bij de Spil. Het Heft in Eigen Hand. Vertel. Ja, nou, 2014, ja. Toen heeft Spil de boerderij aangekocht bij Barierweg 4. Mm-hmm. En nou, ik zag daar allerlei dingen gebeuren en toen ben ik naar Spil toe gegaan en ik heb gezegd, zou dat nou niet mooi zijn om dat eens te volgen met de camera, hoe dat helemaal verbouwd wordt door vrijwilligers. Dat leek me gewoon echt een supermooi project. Yeah. En toen zei hij van, oké, daar willen we wel over praten, maar... Uiteindelijk kwam er uit, we willen niet alleen de boerderij, want de boerderij is een van de 5 projecten van Spil. Mm-hmm. En ze hebben nog 4 mooie projecten. We willen alle 5 de projecten willen wij in beeld gebracht hebben. Dus een beetje van het ontstaan van Spil, de 5 projecten en ook de toekomst van Spil. Yeah. En nou, toen zijn wij overeengekomen dat ik daar een film over zou maken. En dat was al heel snel duidelijk dat het Heft in Eigen Hand werd. Ging heten. Of gaat heten. Of ging heten. En jij schrijft op jouw website, een verhaal vertellen kan niet iedereen. Je moet eerst het verhaal zien te vinden. Ja, ja. En hoe vind jij je verhalen? Kijken, heel veel kijken, heel veel luisteren. En dan opeens dan plopt daar iets naar boven. En dan denk je, ja, dat is hetgene waar ik het over wil hebben. En bij Spil is dat natuurlijk, bij het Heft in Eigen Hand, is iets minder, komt iets minder van mezelf. Want dat was gewoon een heel duidelijke opdracht. Dit willen wij in beeld hebben. Mm-hmm. En daar willen we het over hebben. Mm-hmm. Dus dat was heel duidelijk. Ik heb 2,5 jaar heel veel gefilmd. En uiteindelijk is dat het verhaal geworden wat Spil wilde vertellen. Ja. Hoe kijk jij naar die projecten van Spil eigenlijk? Ja, ik, daar kan ik heel emotioneel van worden. Zo trots ben ik daarop. Wat Spil in Liemde teweeg heeft gebracht. Een heel dorp verbouwen. Het hele straatbeeld vernieuwen. Mm-hmm. En dat allemaal door voorbereiding door vrijwilligers. Mm-hmm. En dan ook heel veel samenwerking. Dus samenwerking met de gemeente. De gemeente is er helemaal in meegegaan. Was voor de gemeente natuurlijk ook heel erg nieuw. Hè? Want mm-hmm. Die komen met een... Het was een burgerinitiatief. De Spil wilde het dorp verbouwen. En die wilde allerlei dingen gaan bewerkstelligen in Liemde. Yeah. En dan moest de gemeente maar opeens aan mee gaan doen. En dat was... Heel moeilijk voor hen ook. Voor de mensen die niet weten thuis misschien wat de afkorting van Spil is. Hè? Stichting Promotie Projecten in Leefbaar. In Leefbaar Liemde, ja. Ja. Ja, en dat zie je dus heel mooi in die film. Hoe dat is ontstaan. Het is ontstaan vanuit een paar mensen. En dat is dus heel langzaam een sneeuwbaleffect geworden. En als je ziet hoeveel... vrijwilligers er uiteindelijk meewerken. En ik geloof dat ze iets van 250 vrijwilligers hebben. Maar je vertelt er heel gepassioneerd over. Vertel je er zo over omdat je ook als inwoonster... Vertel je daar als inwoonster over of als filmmaker?
Nee, ook inwoonster. Jawel. Ja, want ik zie gewoon ik heb gewoon het dorp zien veranderen. Mm-hmm. En het is toch wel heel erg bijzonder dat je ziet zoveel mensen erbij betrokken zijn. Mm-hmm. En je leert steeds meer mensen kennen ook. En je ziet mensen die er dan ook weer bij getrokken worden. En in alle lagen van de bevolking ook. En iedereen doet gratis mee. Ja, ik vind dat zo bijzonder. Ja, het is echt... Ja, ik begreep, jij vindt dat bijzonder, maar mensen vinden jou ook bijzonder, want je wordt ook wel eens in het zonnetje gezet. Toch? In het zonnetje gezet. Laten we daar eens naar kijken. Kijk eens even mee. Het is mij een groot genoegen om Lieke Faber even in het zonnetje te zetten. Daar houdt ze niet van, zij staat altijd achter de lens. En dat is een positie die je kiest als attente waarnemer. En zoals wij vele kwaliteiten in Lien benut hebben, hebben we die ook van Lieke benut. Want het is mij een eer, Peter, om jou de film te mogen overhandigen die Lieke gemaakt heeft. Die heet Heft in eigen hand. Hoe kun je nou een passender titel bedenken? Wij moeten voor de gemeente, dat jullie dat weten, iedere 3 maanden een rapportage schrijven. Dat doen wij ook. We moeten ieder bonnetje verantwoorden, dat doen we ook. Maar zo'n film met alle beelden vind ik persoonlijk de beste verantwoording waarmee je ook rustig de boer op kunt gaan naar de provincie van kijk, zo hebben ze het gedaan en die bonnen zijn bijzaak. Hartstikke bedankt. Ja. Hoe vind je dat als je dat zo ziet dan? Ja, nou ja, dit was dus uiteindelijk, als je 2,5 jaar gefilmd hebt en die film wordt dan aan de wethouder overhandigd. Mm-hmm. Ja, dat is leuk, dat is mooi. Ik bedoel, daar doe je het ook voor. Dat, als je dan zoiets hoort, dan denk je van, nou, heb ik het goed gedaan. Ja. Ja, en ze zijn tevreden over, dus nou. Wat voor gevoel geeft het jou als je achter die camera staat? Is dat jouw veilige haven of? Ja, als je, op dat moment wel. Ja. Want dan denk ik, ik hoef niet naar voren. Ik wil gewoon, het is wel leuk als mensen blij zijn met je werk. Dat is leuk. Ja. Ja. Hey Jan, die heb je ook welkom natuurlijk nogmaals. Ja, ja. Wat is jouw functie geweest? Mijn functie is geweest als ondersteunend van de bouwgroep. Ja. En ik ben eigenlijk tot stand gekomen. Ik ben 40 jaar... uit de Parkstraat gekomen, linksaf naar Saris toe. Ja. En dan kwam ik al langs de boerderij. Ja. En op een gegeven moment stond die boerderij jaren leeg staan. En elke keer zag ik die boerderij daar staan. En toen is dat initiatief genomen om daarmee te beginnen om te verbouwen. Toen heb ik mijn eigen aangemeld. En ik was ook mee aangenomen. meteen aangenomen. Ze wilden je graag hebben? Ja, heel graag zelfs. Nou, en hoe dat allemaal gelopen is, ik vind het nog steeds onvoorstelbaar hoe dat allemaal gekund heeft. Onder de Liemse mensen, ook, vooral ook bij Lieke betreft, die heeft er ook heel veel aan bijgedragen om die groep bij elkaar te houden. Wij hoeven ze maar te bellen en dan kwam Lieke opdraven. Hmm. En iedereen, hey Lieke, ben er weer, bakje thee, bakje koffie. En dat was altijd van me in. Ja. En wij hebben ook ontzettend leuk samenwerkt als hele groep zijnde. Met 6, 7, 8, uit waren we met 9, 10, 11, 12 man bezig. Nou, en dan, ik was bijna altijd de koffiezetter. Ik mocht altijd een bekje thee hebben. Ja. En ook altijd heel leuk gegaan onder elkaar. En liep de bouw een beetje op rolletjes? Nou, ja, af en toe hebben we wel zoiets een slecht moment bij gehad. We zijn er wel een keer heel boos op moeten worden, op een bepaalde commissie. Mm-hmm. Ja, en dat is toch, op een gegeven moment hebben ze toch ingezien dat ze daar toch wel iets in mee moesten gaan. En dat was dan een bepaalde commissie die wou hebben dat het precies in stand bleef, maar dat ging niet altijd. En dat is toch door veel vergaderen, door de burger en de wethouders, is daar toch een bepaalde verandering ingebracht. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment Rob Dito, die was naar de, dat weet ik nog heel goed, die was naar de vergadering op het gemeentehuis hier, dat ging over de oude wc die voor de koedam stond. Ja. Daar kon geen rolstoel langs. Maar die moest van die commissie, die moest daar blijven. Nou, en daar hebben we 2 jaar over gevochten.
En toen is op een gegeven moment de beslissing genomen, op een dinsdagmorgen. En wij zouden rond 10 uur zo'n bericht krijgen. En Rob belde op dat voor ons positief uitgevallen was, het besluit. Ja. En we stonden met de vuist en breekijzer klaar om die wc op te ruimen. Hoppa. Mee aan de benen. Ja, dat is echt gewoon gebeurd. En Rob die kwam recht van het gemeentehuis naar ons toe. En die heeft hem direct ook meegeholpen. Ja. En smiddag om 12 uur was de hele wc al afgebroken. Ja, ja, toen was ik net op tijd. Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar het gebouw als je het vroeger ziet en hoe je het nu ziet? Nou, ik vind het een verrijking van Liemt. Ja? Echt, echt. Niet dat ik er alleen al meegewerkt heb, maar ik vind het heel eromheen aan wat er allemaal te zien is. Iedereen die roept er ook over. Die vindt het ook prachtig wat er allemaal binnen te zien is. En die ledscherm en die toetsscherm boven, dat vindt iedereen zo mooi. Ja. Ook de entree vind ik ook zelf ook heel mooi. Echt. Hey, en hoe kijk je naar de film van Lieke? Ja, dat vond ik ook. Daar kom ik ook vrij veel in beeld. En ja, daar komt er misschien ook wel. Ik ken Jelle vroeger van de voetbalclub. En daar is Lieke. Van DVG. Van DVG van de vooruitgang, hè? Ja, ja. En ja, daar ben ik nog smorgens en al bij betrokken. En Jelle heeft mee in bestuur gezeten toen ik daar in bestuur zat. Nou, toen hoorde ik op een gegeven moment dat Lieke kwam filmen. Nou, en ik kende Lieke van toen de tijd ook al, dus die klik die was er vrij vlug. En ik zeg op een gegeven moment, Lieke, als wij iets vreemds hebben of iets apart op de film moeten, ik kom gewoon gelopen, want ze woonden langs de brandweerkazerne. Ja. Dat was ook mijn home, daar heb ik ook 32 jaar naartoe gefietst als er iets te doen was in Liemt. Ja. Dus ik zeg, ik kom aan en ik bel en ik houd aan mij. Hè. Zo zijn de lijntjes in Liemt heel kort. Ja. En die hopen zo te kunnen houden. En hoe vond je dat dan? Ik kan me voorstellen, je bent niet gewend dagelijks om een camera op je gezicht te hebben. Ja, daar heb ik wel een klein beetje om moeten wennen. En ik heb ook tegen Lieke gezegd, dan moeten ze gewoon de mooiste dingen eruit halen. En niet de kooie dingen eruit knippen. Hè. Heeft ze naar je geluisterd? Ja, soms wel. Soms wel. Soms wel. Soms wel. Weet je, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Dat zij mij vertrouwen. Ja. Dat ik ze niet in beeld breng op een manier waarop je denkt van, oh, dit is verschut. Of had ik dit maar niet verteld. Mm. Of, ja, we hebben best wel af en toe afwegingen gemaakt van, nou, laat ik dit wel zien, laat ik dit niet zien. Yeah. Want je moet mensen soms ook wel tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja. Hè? En net als wat Jan nou net vertelt over iets wat niet zo lekker loopt of zo. Of bijvoorbeeld een stukje van... Jan Vlierop is ooit door het dak heen gezakt, door de vloer. Hij is gewoon naar beneden. En ja, ik vond het geweldig, want ja, als het... Ja, dat is... Beeldend is het. Ja, dat is prachtig. Ja. Ja, ik heb niet gefilmd dat hij er doorheen is gezakt, maar dat Jan het vertelt, vind ik al helemaal super. En Speel wilde dat in het begin niet erin. Want ja, dat is natuurlijk best wel... Ja, dat is geen reclame natuurlijk. Ja. En dus daar hebben wij het best wel vaak over, van kan dit er wel in, kan dit er niet in. Ja. En... uiteindelijk, toen het hele project klaar was, mocht er allemaal in. Maar ja, en ze hebben eigenlijk heel mooi... iedereen heeft zich helemaal overgegeven aan mij. En ze hebben dingen aan mij verteld, zonder dat ze in de gaten hadden dat de camera liep. Ja, ja. Ik kan me voorstellen, Jan, dat je op een gegeven moment ook niet meer... Dan is het zo vaak, dan heb je het niet meer door. Ja, maar... Nee, maar Lieke moest dan de microfoontje op, dus dan wisten we al wat er aan de hand was, weet je niet. Ja. Nee, maar het is altijd heel goed gelopen en er waren er één of twee bij. Tijdens het plassen wel uitgedaan, hoop ik. Wat zeg je? Tijdens het plassen heb je microfoon wel uitgedaan. Ja, 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 maar dat deden we van tevoren wel, hè. Nee, maar er waren één of twee jongens bij die niet zo graag in beeld wouden. Ja. En er hadden ook bepaalde redenen ervoor en dat kan ook. Precies. Hey, Jan, wat is je volgende klus? Mijn volgende klus is het erf bij jou, bij de boerderij. Daar hebben ze me voor gevraagd. Mm-hmm. Dus dat moet nog helemaal gemaakt worden, het erf. Er moet nog een bakhuis gebouwd worden. En een klompenmaakshuisje en een grote schuur van terug in de tijd. Of terug in de tijd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat willen we ook nog gaan realiseren. En dan moet een kippenkooi opkomen en een moestuintje moet erop komen binnen erf. En dan hebben ze me gevraagd of ik daar ook een beetje mijn steentje om bij wil blijven dragen. En dat heb ik toegezegd. Mooi, goed verhaal. Dus we gaan nog even kijken naar wat beelden.
Het informatiecentrum waar je nou in staat, de boerderij, de oude boerderij van Verrijssel. Vorig jaar is die aangekocht met als doel om hier een informatiecentrum te realiseren. Kom verder. Gebouwd in 1877. Bij mij is het buitengewoon. Dit is liefdewerk. Als je het hebt over liefdewerk, is dit liefdewerk. We zitten altijd op schema. Ja, dat ga ik niet zeggen. Zo erg is het. Dat kan niet. Maar je hebt dikwijls gezegd, het was levensgevaarlijk. Ik denk dat het niet tegenvalt. We hadden natuurlijk niet zoveel kasten. Dit was van ons. Daar schilderen we natuurlijk niet onder, hè. Het is de opkamer, dus hier sliep iemand. En het liste heb ik op de opkamer gelegen. Maar ja, dan weet toch iedereen dat hier een oude muur achter zit. Wij trekken ons eigen plan. En dan moesten we een beetje kunnen dansen. Hè? Ja, vandaag is het echt druk, ja. De tafel zat helemaal vol, we hadden geen stoel meer over. Sentimenteel. Ik mis ze iedere dag nog, iedere dag. Houdoe, hè. Ja, nou worden we stil. Ja, een documentaire is er geboren, hè? Ja. Barrierweg 4? 4, ja. Ja, heel origineel. Ja, ja toen ik dus die hele keurige film van het Spil had afgeleverd, toen was er nog heel veel materiaal over van de boerderij, waar ik dus heel veel gefilmd heb en wat nog er was. Mm. En toen heb ik ook een keer gefilmd dat Frans van der Merendonk, die dus 48 jaar daar heeft gewoond, die kwam een keer op bezoek daar. En ja, zo, Jan die had het verteld tegen mij, van dan moet je morgen komen, dan is Frans komt op bezoek. Ik wist helemaal niet wie Frans was, maar ik met die camera op pad en ik heb daar gefilmd. Eigenlijk dacht ik niet dat ik er zoveel mee kon doen. Hmm. En toen ik het allemaal nog een keer nakeek, toen zag ik opeens parallellen tussen wat hij vertelde en wat de bouwers meemaakten en wat er is gebeurd. En hoe gepassioneerd zij aan het verbouwen waren. Ja. En ja, toen zag ik daar zo'n mooi verhaal in. En het is echt zo mooi geworden. Het is echt super mooi geworden. Ja. En dus ik heb daar echt die beelden van hem en de beelden van de bouwers heb ik door elkaar gegooid. Het ziet er prachtig uit al in dit voorstukje. Ja. En familie en vrienden of betrokkenen hebben de film al gezien, ja. Begreep ik. Ja. Hoe vond je dat zelf? Vond je het spannend? Ja, dat was super spannend. Echt, ik vond het doodeng. Ja. Maar, want weet je, dit was niet een opdracht van Spil. Dit is, hè, bij die andere film kan ik allemaal zeggen, ja, dit was opdracht van Spil, zo wilden ze het. Mm. Het is helemaal van mezelf. Mm-hmm. Dus ik kan alleen maar mezelf de schuld geven als er iets niet goed is. Of als mensen hoeven alleen maar mij aan te spreken. Mm. Heb ik bij voorstellingen ook, kan altijd zeggen van nou, spelers deden niet wat ik zei of wat dan ook. Dit is helemaal zo van mij. Mm. Komt zo uit mijn hart. Mm-hmm. En de film was gedraaid. En mensen wilden eigenlijk al beginnen te klappen. Maar toen kwam er nog een aftiteling. Dus toen bleven ze stil. En dan komt er op een gegeven moment in beeld. Zo'n rijtje, hè. Editing, camera, regie, samenstelling. Nou ja, je kent het wel. Ja. Eigenlijk alles. Ja. En dan Lieke Faber. En toen... Nou, iedereen ging staan. En ze klapten allemaal. Ik was gewoon... Ik was gewoon echt helemaal blij. Ja. Bijna 3 minuten lang, hè? Ja, dat was echt een staande ovatie. Oh, prachtig. Nou moet ik er wel bij zeggen dat het niet zo moeilijk is. Want het is allemaal bouwers die er allemaal in voorkwamen. Ja, ja. En de familie van de Merendonk zat er. Dus die zijn allemaal, als ik het zo mag zeggen, vrij kritiekloos natuurlijk. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, ik was wel heel trots. Ja, ja. Ja. Hey, iedereen kan deze week naar de film komen kijken. Ja. Naar de films, volgens mij. Zijn ze al twee te zien, denk ik? Nee, donderdagavond en de 21ste januari ja. Is Barrierweg 4. Ja. En het heft in eigen hand is afgelopen zondag laten zien. Mm-hmm. En die komt 25 februari nog een keer. En is er veel belangstelling? Afgelopen zondag was het druk, hè? Een klein zaaltje vol. Ja, en voor de Barrierweg 4, ja, is het bijna vol. Ja. Leuk, super. Ja. En welke projecten ben je nu bezig? Ik ben project Lieke aan het doen. Even gewoon... Project Lieke. Even, ja, weet je, ik heb gewoon, als ik naga wat ik afgelopen jaar heb gedaan,
Dat geloof ik eigenlijk zelf niet. Ik heb het zo druk gehad, want ik heb ook boeren over de vloer gedaan. Die nou op, daar hebben we vorig jaar denk ik aandacht aan besteed. Mm-hmm. Nou, die filmpjes heb ik dit jaar ook nog gemaakt. Staat op internet, er zitten al over de 100.000 views heen. Het gaat echt als speer. Dus ja, weet je, ik heb zoveel gedaan. Dus ik ga nou gewoon even oogsten. Precies. Even genieten van wat ik heb gedaan. Ja, en ja. Van deze film hopelijk heel mooi gevonden wordt. Ja. En de bouwers komen gewoon prachtig in beeld. En ook die van Merendonk, ja. Het is, hij, op een gegeven moment zegt hij van, ja, vroeger was alles anders, hè. En dan zeg ik, was mooier. Dan zegt hij, nee, kan ik niet zeggen, ik vind het nou ook mooi. Weet je niet, die zo'n moderne man. En zo is die boerderij is ook ingericht. Zo met oude facetten, maar ja. Toch voor deze tijd. Ja, zo mooi. Ik ben helemaal verliefd op die man en op de bouwers en op de film en op de boerderij. Straalt er ook vanaf. Ja. Ik wil je heel erg danken en succes. Zet hem op en geniet even van je... Neem even je rust. Ja, ik ga helemaal rust. Dank je wel. Wij gaan theeleuten. Ik ga naar Rianne toe. Rianne Doornekamp van Theetuin Het Bakhuis. Ja. Wij, welkom. Ja, fijn echt. Fijn dat je er bent. Ja, nou, gezellig. Wij gaan het hebben over thee. Ja, thee. Nou, want thee is booming, hè? Ja, thee is helemaal booming. En dan ben je helemaal bij mij op het goede adres. Ja. Waarom? Ik ben helemaal gespecialiseerd in theeën. Ja. Ik heb meer dan 40 soorten theeën in mijn collectie. Ja. Dus als je nou in de zomer lekker een keer naar de theetuin komt, dan kun je gewoon een lekker theetje drinken. Jij denkt, ik ga gelijk even goed promoten. Nee, ik wil zeggen dat gewoon lekkere theeën. Natuurlijk, ja. Ik zie hier al heel veel staan. Ja, kijk, want ik kan natuurlijk niet vertellen. En dan denk je, oh, die Rianne heeft 3 theetjes. Ja, wat heb ik daaraan? Nee, dat snap ik. Maar wat ik een beetje het gevoel heb, Rianne, is dat mensen altijd denken van... Oh, ik mik een zakje in heet water en flats en dat is mijn teken. Nou, de mensen die me kennen, als je dan begint over een zakje, nou, dan zie je mijn... Want dat is anti, hè? Ik ben anti-zakje. In zakjes, daar zitten niet de echte theeën in. Ja. Losse theeën adviseer ik mensen altijd. Waarom? Daar zitten vaak, in ieder geval, mijn kwaliteitstheeën. Geen kleurstoffen, geen smaakstoffen in. Ook geen suiker, toegevoegde suiker. Ja. En in zakjes zit vaak dingen in wat je liever niet wil drinken. Ja. Dus vandaar dat ik echt voor de losse thee ben gegaan. Ja. En dat ook echt achtersta en mensen kan adviseren om een lekker theetje te gaan drinken. Ja, en wat is er nou zo bijzonder aan thee? Wat is er bijzonder aan thee? Het is puur. Koffie is ook puur, toch? Of niet? Ja. Maar als je bijvoorbeeld... Ik pak er hier even eentje. Ja. Als je hier bijvoorbeeld een vanille lemongrass pakt, dan zeg je, is dat thee? Dat zijn in principe kruiden. Ja. Maar het is gewoon puur wat erin zit. Er zijn geen toevoegingen gedaan. Het is gewoon puur natuur, zeg ik altijd. Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Hey, ik zie hier ontzettend veel theeën staan. Ja. Heb jij zelf nou ook een favoriet theetje? Nou, omdat ik er zoveel heb. De ene in de zomer dit, in de winter dat. Dus voor mij varieert het heel erg. Ja. Maar onder mijn gasten, klanten, heb ik wel een favoriet theetje. Ja. Die kan ik iedereen adviseren. En die wil ik jou ook graag laten proeven. Graag? Ja, want ik ben eigenlijk een koffiedrinker, heel eerlijk. Oké, nou. Van oorsprong. Dat is een mooi iets. Koffiedrinkers die zeggen altijd bij mij, ik lust geen thee, want ik ben een koffiedrinker. Nou, dat is niet zo. Ik heb al menige koffiedrinkers lekker aan een bakje thee gekregen. Die tijdens de high tea lekker thee drinken. En dan gaan ze weg. Was lekker, Jan. Mag ik nog een zakje voor thuis? Ja. Nou, dan denk ik, super. Plaats. Ja, hoppa. Yes. Maar goed, ik heb voor jou, Geert, een lekker theetje gezet. Ja. Dit is de Lennisheuvelthee. Oké. Een theetje uit Lennisheuvel, omdat het een super lekker theetje is. Maar moet ik me dan voorstellen, is een gras uit Lennisheuvel gebruikt om die thee te drinken? Het is gewoon het mooie wat wij uit Lennisheuvel brengen. Okay. Het is een zwarte thee met lavendel en framboos. Is het nou eigenlijk ook... Ik zie, in Engeland zijn ze natuurlijk helemaal thee drinkers. Ja, klopt. Ja. Dus zo met hun vingertjes zo. Ja. Is het nou ook nog een soort... Moet ik het slurpen? Nou, nu heb je... Krijg ik nou een bepaalde smaak? Of hoe krijg je nou de beste smaak binnen? Je mag hem drinken zoals je wil. Moet je het nog een ruiken?
Ja, dat kan vaak. Vaak laat ik mensen ook eerst de thee ruiken. En dan laten ze hem drinken. Hmm. Nou, je bent een echte koffiedrinker en je vindt hem ook lekker. Lekker, ja. Dus dit is een thee, die vindt eigenlijk, dit is ook mijn best verkochte theetje. Ja. Maar goed, ik heb natuurlijk ook een andere thee. Dit is een groene thee, dit is een groene liefde. Een groene liefde? Een groene liefde. Een groene liefde? Een groene liefde, ja. Mm. Nou, goed, je hebt nu net een zwaardere thee geproefd. Ja. Nu ga je naar een andere soort. Ja. De smaak in je mond zal wel even anders zijn. Ja, deze, ja. Ja, ja, ja. Klopt. Wel ietsjes zoeter deze. Of ietsjes... Nee, toch niet. Nee? Nee? Oh. Dan zie je het al. Nee. Nee. Okay. Toch een keer een theeproever daaruit doen, Geert. Oké. Maar goed, okay. Daarmee wil ik wel even zeggen, er zijn verschillende smaken. Ja. Dit is een echte zoete, dit is de Peach Dream. Ja. Die kopen mensen als thee, maar in de zomer laten ze hem afkoelen en dan heb je een lekkere iced tea. Dus daarmee wil ik zeggen, je kunt nog veel meer met theeën doen als alleen een kopje thee drinken. Ja, dat is wel lekker. Kijk, nu heb je in de korte tijd 3 verschillende theetjes geproefd. Ja. Nu heb ik hier ook nog een hele mooie. Dat is een theezeef die ik hier heb. Ja. Je ziet de thee daar mooi in zwemmen. Ja. Nou, die zetten we op ons glas. Eh. En ik haal hem eraf en het is klaar. Dat is leuk. Dus dit is echt super ding met een heerlijk theetje. Dit is mijn boerderijthee. Ja. Daar zit echt heel veel in de thee. Ik zal de kaart erbij pakken waar al mijn theetjes in. Ja. Van gember tot papaya tot ananas, citroengras, duizendblad, vrouwenmantel, heermoes, aloe vera, madeliefje, roosblaadjes, lavendel, cranberry en korenbloem. Ik kan het niet herhalen. Nee, hoeft ook niet, Geert. Drink maar even lekker. Wacht even. Ik hoorde iets. Ja. Of als ik heb gelezen, hè, toen jij kwam hier, toen dacht ik van, ik ga eens een beetje inlezen in die theeën. Ja. Nu schijnt het zo te zijn, waar mensen heel veel fouten maken, is dat mensen hun theepot, er staat hier een hele grote, afwassen. Ja. Met afwasmiddel. Ja. Maar dat het eigenlijk niet, dat is not done. Nou. Want dan verlies je de smaak of zoiets. Nou, weet je, ik zeg altijd, iedereen mag doen wat we willen. Je hebt hele schone mensen, die willen alles netjes schoon afwassen, sommigen niet. Het hoeft niet. De basic zit erin. Zo zeg ik ook altijd tegen de mensen, de theezeefjes, was die niet af. Sommige mensen doen ze in de vaatmachine. Ja. Nee, afspoelen, klaar. Theepot, afspoelen, klaar. Precies. Maar verder laat ik het wel altijd onthouden. Aan de mensen over wat ze zelf willen. Perfect. Ik vind het leuk dat je er bent. Ja. Ik kom zo nog even bij jou terug. Dan gaan we het nog meer over thee hebben en over een reis naar Sri Lanka. Ja, dus ik zie je zo. Ja, tot zo. Ja, dan gaan wij het hebben over namelijk een nieuw betaalmiddel in Liemt. Zo mag ik het eigenlijk wel noemen. Of zoiets. Bij mij op de banken Mart van Dulmen, bestuurslid van Speel. Ja. En Jan Tax, eigenaar van de supermarkten in Liemt. Ja. Ja, want in 2009 zijn deze, ik weet niet of we ze kunnen zien, deze oranje muntjes van slager Willy Beer. Ja, we zijn er heel close nu. Willy Berens hebben uiteindelijk geleid tot het oprichten van Speel in 2011. Als ik het goed, als ik een beetje zo... Het heeft wat met elkaar te maken. Precies, als ik een beetje leg. En binnenkort wordt dit een soort betaalmiddel in Liemt, begreep ik. Ja, het is nu een spaarmiddel. Ja. En Malik, kun jij nog iets meer over vertellen? Maar ook dat moet af en toe vernieuwd worden. Maar even om te beginnen. Hoe heeft dit muntje uiteindelijk geleid tot het oprichten van Speel? Hoe is dat gegaan? Kun je daar eens kort over vertellen? Iets anders gegaan. Kijk, het is bijna al 10 jaar geleden toen er in Liemt veel gesproken werd over het feit van we moeten iets doen, want anders loopt Liemt leeg. En de ondernemersvereniging die had, die zagen wel aankomen dat en de jeugd en de leefbaarheid in Liemt allemaal een beetje terugliep. Dus toen zijn een aantal mensen bij elkaar gezeten en die hebben plannen gemaakt. Ja. Dat kwam uit OVL, dus de ondernemersvereniging Liemde. Mm-hmm. En die hebben uiteindelijk een aantal acties bedacht, waarvan dit er één was. Daar was ook Liemd in het licht bij en er waren ook de kerstmarkt bij. Yeah. Proberen om wat meer leefbaarheid in Liemde te krijgen. Yeah. Daar was dit een onderdeel van. Yeah. En inmiddels is dat natuurlijk helemaal ingeburgerd in het Liemse en is uiteindelijk uit OVL Spil ontstaan. En OVL is nu
speel of net andersom. Het is maar net hoe je het bekijkt, maar dat is gewoon één grote stichting. Ja. We hebben daar ook een video over. Doet. Wij nemen in feite met onze project het heft in eigen hand. Hè? En nu hebben we 16.040 euro opgehaald. Fantastisch. Ondernemers, bedankt. Mensen willen gewoon. Maar als we daar ook nog een beetje structuur aan kunnen brengen, dan komt er veel meer uit. Dat noemden wij het wijgevoel ook. Hè? En dat bedoel ik met meer vertrouwen krijgen in, kijk, dit dingetje is van ons. En toen hebben we gedacht van, ja, wat... Is Liemde gasvrij, zo gasvrij als we zeggen in onze slogan? Toen ontstond het idee van Spil. En eerst dachten wij, ja, gaat dat nou worden? Maar Spil omarmde dat idee heel snel en kon toen in één keer die vertaling maken. Wij kunnen er wel hand en voet aan geven, iets wat we vanuit de dorpsraad niet konden. En het is niet zo dat ze alleen bezig zijn met de boel mooi te maken. Nee, ze kijken ook nog naar samenwerking met de gemeente in het kader van de wateropvang. Ja, was een korte introductie. Ja. En toen was het op Liemd gemunt. En toen was er ook... Wat is het project en hoe is het ontstaan? Ja, goed, het project is natuurlijk de leefbaarheid van Liemt te versterken. Ja. Daar iedere keer opnieuw aandacht voor te vragen. Ja. En daar staat het muntje vandaag de dag nog steeds voor. Ja. En we zien het ook als een middel om de leefbaarheid in Liemt iedere keer opnieuw onder de aandacht te krijgen. En het is eigenlijk een driehoek van bewoners, van ondernemers en van verenigingen die samen het dorp Liemt maken. En de leefbaarheid in Liemt waarborgen. En, zelf ben ik als ondernemer in 2011 in Liemt terechtgekomen. Ja. En bijna voordat ik begonnen was, werd ik geconfronteerd met... meneer Tax van de Co-op, wat gaat u doen met de muntjes? Hoe zie je dat? Ja. Ik weet nog als de dag van vandaag dat ik met onder andere Michel aan tafel zat. Jij dacht, ik gebruik alleen maar muntjes per carnaval. Ja, dus zo ongeveer, ja. Dus, maar goed, ik werd wel heel erg snel aangestoken. Ja. Doordat het draagt heel veel positiviteit uit. Naar verenigingen door het bedrag wat we jaarlijks als ondernemers beschikbaar stellen. Maar ook als je nu het dorp kijkt, er binnen rijdt en je ziet de verlichting hangen. Ja, dan ben je toch stiekem toch een klein beetje trots op wat daar gewoon dan sfeervol hangt. En hoe dus het dorp is aangekleed. En dat de samenhang van die drie elementen, ondernemers en verenigingen en bewoners, die maken... dat dit gewoon al zoveel jaren succes is. Ja. En de volgende stap, is wat ik begrijp, hè, de stap, als ik het goed begrepen heb, is dat dit een soort betaalmiddel. Ja, nou, we riepen al gekscherend de bitcoin van Liemt wordt het. Nou, dus, als dat zo is, dan denk ik dat ik... als we net zo van winst maken, denk ik dat ik heel dit dingetje... Zo, ik ga lekker op stap vanavond. Of ik sparen. Sparen. Ja. Nee, maar we hebben gemeend om toch... Kijk, het is alweer geworden. Nee, we hebben gemeend om we beseffen dat we wel mee bezig moeten blijven om het muntje ook te vernieuwen, om nieuwe aandacht te vragen voor dingen. En op deze manier hebben wij gezocht naar om een muntje meer waard te laten worden. Wat bedoelen we daar meer waarde toevoegen, waardoor verenigingen die hebben daar nu profijt van doordat ze jaarlijks een mooi bedrag uitgekeerd krijgen. Maar we willen ook graag dat de consument zegt van, hey, dat muntje wil ik eigenlijk toch wel heel graag hebben. Van daaruit dat wij afgelopen jaar al een paar keer een hele leuke spaaractie hebben gehad. December nog ruim 200 kerstbomen weggegeven. Dat is samen met een vereniging is dat uiteengezet. En konden consumenten een kerstboom sparen. In de zomer hebben wij ruim 500 handdoeken weggegeven met de grote teksten Liemt, de badlakens waar dat consumenten mee konden sparen. En we hebben gedacht van, nou, dan moeten we eigenlijk nog kijken of we daar een vertaalslag in kunnen maken. Ja. Om het nog attractiever te maken. Ja. En
ja, nu is de volgende stap dat wij het muntje van de week willen lanceren. In eerste instantie zal dat een eenmalig iets zijn. Mm-hmm. En we hopen dat we kunnen zeggen dat we er een keer of vier in het jaar kunnen terug laten keren. Ja. En dat betekent dat tegen inlevering van het muntje korting wordt vergeven op een aanbieding. En dat kan bij Jan van de Koevering een boeket zijn waar je 2 euro korting op krijgt als je 2 muntjes inlevert. Ja. Want je hebt het nu iedere keer over muntjes, maar blijft het echt muntjes of wordt het een soort digitaal platform of via de iCloud? Nee, of, we willen het echt zo fysiek zoals het muntje nu aanwezig is. Ja. Want op zich, er zijn natuurlijk allerlei digitale technieken, pasjes en beschikbaar tegenwoordig. Maar wij denken dat het fysieke muntje mensen vaker en gemakkelijker confronteren met... Ja, hey, dat muntje hebben ze in de portemonnee zitten, ligt in de keukenla. Ja. Dat is zichtbaarder aanwezig dan op een pas of... Maar mensen zijn wel echt verplicht om met dit muntje straks te betalen of voor die spaaractie. Ja, Voor die, ben je niet, of zijn jullie, ik weet niet wie het beste antwoord kan geven. Het is een muntje, het is redelijk makkelijk na te maken, om het zo maar te zeggen. Dat daar misbruik van gemaakt gaat worden? Nee. Okay. In Limpi. In Limpi kennen we elkaar en vertrouwen we elkaar. En, daar maken we absoluut geen zorgen over. Nee, een muntje is voor ons het ultieme communicatiemiddel. We moeten een keer een valse munterij zien. Dat zou mij wel. Het lijkt wel, we hadden het net ook al over Liemte. Als je kijkt naar Liemte, als we hier naar kijken, op Liemte gemunt, waarom zou dit zo'n succes zijn? Want we hebben natuurlijk in Boksel ook de Bokselaartjes gehad. Even, hè? Huh? Even. Even. Ja, maar ja, laten we eerlijk zijn, hè? Die hebben even gehad, inderdaad. Dat was een minder succes. Waarom is dit dan wel een succes? Om te beginnen denk ik omdat Liemte is. Dus de samenhorigheid in Liemte en vooral de betrokkenheid van iedereen bij alle projecten die er lopen... Mm-hmm. En vergeet niet wat de verenigingen allemaal daarmee kunnen doen. Ja. Aan het spaargeld wat ze daarvan krijgen. En al die verenigingen, daar zijn allemaal mensen, allemaal uit Liemte. Dat zijn volwassenen, kinderen. Iedereen wordt op een of andere manier geconfronteerd met het Liemtse muntje. En gewoon aan Liemte. Dus daardoor hebben die verenigingen veel mogelijkheden. En daar gaan mensen toch wel binden. En daarom leeft het toch wel. Ja. Hoe kijk jij daar nou eigenlijk naar? Ik denk dat het ook gewoon de oprechte keuze is dat van elkaar weet. Komt onder tussen de microfoon. Dat men van elkaar weet dat we elkaar nodig hebben. Ja. En dat laat elkaar niet koud. Men wil daarin oprecht gewoon iets voor elkaar betekenen. Als ik als ondernemer... ben ik gewoon trots als we zo'n bedrag jaarlijks kunnen uitgeven. En natuurlijk moet je daar dus dan een bijdrage doen. Ja. Maar het maakt wel Liemte zoals het Liemte nu is. En dat maakt denk ik heel veel mensen in het dorp wel gewoon trots mm-hmm. op Liemte. Dat er zoveel activiteiten zijn, dat is altijd wat te doen. De loyaliteit, de betrokkenheid... ondernemers verwachten iets van verenigingen verwachten iets van ondernemers. Ja. Maar die verwachtingen die maken dat je met elkaar wel heel sterk bent. Eens. En ja, dat maakt denk ik het een succes dat iedereen gelooft en vertrouwen heeft in elkaar. Ja, maar daarom is het muntje succes, maar daarom is Liemte in het licht een succes. Ja, en ook al ook andere, ik hoorde straks die 250 vrijwilligers die voor Spil op enige manier iets betekenen voor een project. Dat is natuurlijk toch wel, dat is 15% van het dorp, 10% van de dorpsbevolking een bijdrage levert. Ja. En dat is natuurlijk gewoon... Prachtig. Ja, dat is gewoon top. Ja. Mark, toch heel even iets heel korts. Hè? Jij bent bestuurslid van Spil, hè? Ja. In oktober is de Liemtse hert geopend. Leg me even kort uit wat dat is.
De Liebsten Hecht. De Liebsten Hecht. Nou ja, dat is onze trots. Ja, het hele centrum zijn we trots op, want het is ja, helemaal ja. gebouwd. Maar in dat centrum staat Den Hecht. En ja, die trots die gaat heel ver, want het heeft te maken met alles wat daar gepresteerd is in de afgelopen 3 jaar door al die vrijwilligers. En de inzet die er geweest is om van zo'n toch, ja, zeg maar, vervallen boerderij zoiets moois te maken. Ja, dat is gewoon geweldig. En dat echt voor even los van een aantal zaken die als vrijwilliger niet kunt doen. Meestal met vrijwilligers, met zoveel vakmanschap, met zoveel plezier. Ja. En echt nogmaals dat vakmanschap, want ik kom zelf uit de wereld, dus ik kan er even een klein beetje kijken op. Maar het is echt genieten als je daar rondliep en dat die mensen daar bezig waren. Ja, waar ik een beetje op richtte, ik was zelf een tijdje geleden, nog niet eens, zeg maximaal 2 weken geleden in de Serenade. He, de mensen waren daar redelijk bang voor de bezetting eventueel, voor de toekomst. Hoe staan jullie daarin? Nou ja, de bezetting en het rendabel maken van de boerderij zal natuurlijk altijd wel een puntje zijn. En mm-hmm. waar men mee bezig is. En dat zal niet zomaar vanzelf gaan. Dus ja, daar moet men altijd toch wel heel goed mee omgaan. En, maar dat groeit en dan moeten ze de tijd hebben. Ja, kijk, het is geen huis voor feesten en partijen. Ja. Het zijn allemaal wat andere zaken. Die ik bedoelde meer, de Serenade was bang voor de bezetting van hun pand. Ja, maar voor hun geldt hetzelfde als voor de boerderij, als voor de hert. Wij als spil zijn, moeten dat voor de hert goed behartigen. En de Serenade moeten hun ook. En we proberen zeker niet die andere mensen van de horeca of waar dan ook voor de voeten te lopen, want daar zijn we helemaal niet mee bezig. Ja. De hert moet een uitstraling zijn van Lint voor Lintenaren. En mm-hmm. Dat willen we ook graag zo. Mooi. Want we zitten door de tijd heen. Want het is live, dus we moeten door. Ik wil heel erg danken. Graag gedaan. Dat dit maar een heel mooi succes mag worden met een muntje. Ja. Ik neem het toch ziek een beetje mee. Stel dat er toch een kleine stijging van prijs gaat komen. Dat zal wel zien. Dankjewel, heren. Super. Ik ga weer naar ons Rianneke toe. Hoe is het hier? Ja, gaat goed in mijn theewinkeltje. Ja? Ja, gaat heel goed. Ja? Ja, ik heb het even weer een beetje anders opgesteld. Ja. Want ik heb een heel mooi plan voor ogen. Wat dan? Nou, ik ga een theereis organiseren naar Sri Lanka. Ja, dat klopt. Daar wilde ik alles over weten. Vertel. Nou, ik ben helemaal weg van de theeën. Het is helemaal mijn passie. Ja. En Sri Lanka is het land van de thee, hè? Is het land van de thee, inderdaad. En wat is er dan mooier? Ik ben er zelf al een keer geweest. En wat is er mooier als je gasten dan mee te nemen naar een prachtig land waar alles van de thee te zien is. Ik vond het zelf geweldig. Het land, de mensen, de thee, de natuur, alles. Alles klopt daar. En ik denk, dat wil ik mijn gasten graag laten zien. Ja. Dus vandaar dat ik een theereis georganiseerd heb. Mm-hmm. En over 12 dagen vertrekken we met een groep van 10 gasten. En ik ga zelf mee als gids. Echt? Echt. Maar en dan ga je met lokale mensen, of hoe moet ik me dat voor me zien? Nou, ik heb een officieel reisbureau in de arm genomen om alles goed te regelen. Ja. Wij worden daar netjes door een chauffeur en een gids opgewacht. En die rijden ons door de theegedeelte. En wij gaan van gedeelte naar hotel. En wij gaan naar theemuseums, wij gaan naar theefabrieken. Wij gaan met een trein helemaal mooi door de theeplantages. Wow. We gaan zelf thee plukken. Dus superleuk. Prachtig. Ja. Heel mooi. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Ja. Gisteravond hebben we een bijeenkomst gehad. Alle gasten die meegaan, laaiend enthousiast. Ja. Ik heb al nieuwe aanmeldingen voor volgend jaar. Ja. Dan gaan we weer in januari. Ja. En ja, wij gaan er helemaal voor. Wij gaan een prachtige reis maken. Mooi. Hey, ik begreep, om toch even terug te komen op de thee waar jij je mee bezighoudt. Ja. Er zijn restaurants tegenwoordig die in plaats van een wijntje al thee schenken bij een bepaald gerecht. Hè? Dus bij ieder gerecht krijg je een ander soort thee. Ja. Hoe voorspel jij de toekomst van de thee? Nou, mensen lachen altijd als ik dat zeg. Maar mijn gedachte over de toekomst van de thee, in bepaald buitenland zie je het al. Hier in Nederland is het nog een beetje, hoe gaat dat? Staan we nog op een theesplitsing? Staan we op een theesplitsing. Wij pakken nog liever gauw het wijntje. Ja, ja. Maar ik denk,
binnen 10 jaar komt daar verandering in. Ja. Als je dan in een luxe restaurant gaat eten, ik denk dat langzaam de wijn gaat verdwijnen. Hij zal nooit helemaal verdwijnen. Maar ik denk dat het theeconcept steeds sterker naar voren gaat komen. Ja. Dat denk ik wel. Mooi, we houden die voorspelling in ons achterhoofd. Ja. Ik wil je danken voor je komst. Graag gedaan. En dat we nog maar heel veel lekkere thee mogen leuten. Ja, nou, he? Hartstikke en veel succes op je reis. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè? Ja, dan hebben we hier volle bak op de bank. Zie ze zitten. Zie we, oh, kijk, er komt iemand in beeld. Zie ze zitten. De dames en de heer. Goedendag. Hallo. Ja, jullie zullen waarschijnlijk denken, wie zitten er hier bij mij allemaal op de bank? Nou, er zitten hier 6 kids bij mij op de bank. En er zijn niet zomaar kids, want die zijn binnenkort te zien in de beste vriendenquiz op ZEP. Nou, heel veel ouders die kinderen in de leeftijd hebben, die zullen het vast wel eens ooit gezien hebben. En de kids natuurlijk ook. Misschien laten we gewoon daar beginnen. Stel je eens even voor. Nou, ik ben Romy. En jij? Ik ben Vliesje. En jij? Ik ben Kion. Ja. En ik ben Senna. Ja. Ik ben Kiara. Ja. En ik ben Iris. En jij bent Iris. Ja. En in welke groep zitten jullie? 8. In groep 8. Allemaal in groep 8. Ja. En ik heb iets gehoord. Ik werd me ingefluisterd. Als jullie de schoolnaam noemen, dan kregen jullie... Ja, een dropje. Dropje. Oh, ja. Maar dat heet... Voorse pool. Dat is wel belangrijk om te weten. Ja. Oké. Okay. Ja, nu hebben we minimaal 5 dropjes te doen, toch? Ja. 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 Oké, okay, dus als de leraar kijkt, of de meester of juffrouw kijkt... Ja. 5 dropjes morgenochtend. Ja. Ja. Maar ja, daar willen we het niet over hebben, over de dropjes. We willen het hebben over de beste vriendenquiz. Ja. Want hoe komen jullie bij de beste vriendenquiz terecht? Nou, Senna en ik hebben een filmpje gemaakt. Dat kostte heel veel tijd. Ja. En toen, dat was de eerste ronde. En daarna moest... die hebben we toen opgestuurd naar de beste vriendenquiz. Ja. En als we door waren, kregen we een brief of een telefoontje. Ja. En dan zeiden ze dat we daarheen mochten komen. En toen gingen we naar zo'n gesprek. Ja. En Waar? Moesten we naar Hilversum. Ja. Naar het Mediapark. Ja. Ja. Oh, wauw. Ja. Vet cool. Ja, het was echt heel leuk om mee te maken. Ja? Ja. En hoe voelde dat? Of hoe was dat? Nou, het was als eerste dachten dat ik en Chiara de auditie, zullen we zeggen, hadden verpest. Omdat? Omdat we de meest domste antwoorden gaven op de vragen die ze stelden. Wacht even. Hoezo domme antwoorden? Nou, we hadden een soort finale gespeeld. Ja. Om te kijken dat je apart ook goed kan antwoorden, zal ik maar zeggen. Ja. En de vraag was voor Chiara, wat wordt ook wel de Big Apple stad van Amerika genoemd? Kwam samen met Londen. Dat is echt heel dom. Ja. Hoe heet jouw meester, juffrouw? Meester Koen. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Okay. Je hebt het wel goed uitgelegd hoor. Nou, het is ook wel een stukje zenuwen, want je denkt, ik zit daar en ik moet alles goed antwoorden. Ja. Ja. Dus dan denk ik dat je dan daarom ook wel een beetje fout zit. Ja. Ja. Nee, je bent daar voor... Hoe hebben jullie het ervaren? Ja. Nou ja, je bent daar 10 minuten en je moet een 1,5 uur rijden. Oh, ja. Ja, je bent langer onderweg dan dat je daar binnen bent. Ja, dat was wel, ja. En toen je was daar en hoorde je gelijk dat of je na 2 weken en daarna kreeg je allemaal brieven dat je op televisie mocht komen en ja, je moest heel veel brieven invullen. Ja. Dat is heel irritant. Maar hoe is dat? Hè? Want het is best wel een heel leuk vet programma om mee te doen. Ja. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je mee mocht doen? Ja, leuk. En ik had ook nog een tweelingzus maar die waren niet uitgekozen. En dat was wel jammer voor mijn zus. Ja, dat snap ik. Ja. Maar heb je er wel getroost? Ja. Ja, precies. Precies. Bij ons wij stonden midden in een winkel en in de Albert Heijn. En toen kregen wij te horen dat ze door waren. Dus al hadden de hele winkel bij elkaar geroept. Dat ze moesten kijken naar iedereen de beste vriendenquiz. Hey, wanneer wordt het uitgezonden? Of we weten alleen dat wij zijn op 31 januari hebben wij de opnames. Mm-hmm. En volgens mij krijgen wij dan pas, te horen volgens mij, wanneer het is. En wij mogen ook nog niks zeggen over of dat we gewonnen hebben. Daarna zijn naar de volgende ronde, zal ik maar zeggen. Ja. Dan mogen wij mondjes stil, mogen wij niks vertellen. En voor kids die het programma... En wij hebben morgen al de uitzending. Ja. Wat?
Ja, we hebben morgen al. Ja. En, hoe laat? Nou, het komt volgens mij nog niet morgen. Nee. Ja, maar hoe laat heb je de opnames? Oh. 1:30. Ja. Om 3:00. Om 3:00? Ja. Oh, dus je hoeft niet vrij te nemen van school? Nee, maar wij moeten wel meteen na school meteen door. Ja, we mogen een andere aflevering van iemand anders kijken. Ja, nog. Ja. Zodat we weten hoe en wat. Ja. Oh, oké. Okay. Zo fijn. Maar die mag je op school kijken of in Hilversum? Nee, ja, echt in Hilversum. In de studio? In het publiek. Maar denk je dat je vannacht wel kunt gaan slapen dan? Nou, dat weet ik niet. Nee. Maar ja, denk het wel. En hoe hebben jullie je mentaal voorbereid? Want morgen is de grote dag. Hebben jullie dezelfde meester en juffrouw of niet? Meester. Wij hebben heel veel de app gespeeld van de Beste Vriendenquiz. Ja. En gewoon een beetje voorbereid. Ja, en we moesten Memory spelen, maar dat heb ik alleen gedaan volgens mij. En voor de mensen die misschien niet weten hoe het spel in elkaar zit, wat gaat er precies gebeuren? Ja. Leg jij het maar even. Het is een soort van Memory. Ja. Dus het zijn allemaal van die kaartjes met cijfers en dan moeten kinderen die meedoen, die moeten dan een cijfer zeggen en dan draait dat kaartje om. Ja. En dan staat er iets van wetenschap, sport, geschiedenis, sport, rekenen. Ja. En dan krijg je van dat onderwerp een vraag. Ja. En die moet je dan beantwoorden. En als je een match hebt, krijg je een punt. En als je, je twee spinnen hebt, dan moet je op de rodeo spin. Oh. En bij ons gaat Romy op de rodeo spin. Ja. Waarom ga jij op de rodeo spin? Ja, ik wil het niet. En ik ben slimmer als haar. Je durft het niet. Jij bent slimmer als haar. Echt wel. Nou. Eigenlijk zijn we even. Wie gaat er bij jullie op de rodeo spin? Senna. Omdat Kian kan niet zouden fietsen. Ja, de andere moet fietsen. De andere moet fietsen en dan moet je heel lang volhouden. Ja. Ik heb geen conditie. Nee. En bij jullie? Iris. Ja, waarom? Omdat ik liever als ik van de spin af. Ondertussen komt er zo'n schaap af en toe in de beeld, hè? Dat moet je niet van schrikken. Die zul je ook wel zien bij de opnames daar. En ik ga erop, want ik ben wat groter, dus we hadden bedacht, ik kan mijn benen om die spin heen doen, maar ik heb een soort van een. Ik ben heel bang voor spinnen, dus dat wordt nog wat. Ik ook. En ze heeft ook. Maar is niet echt, hè? Nee, maar dat gaat er niet om mij, jong. Nou. Ze zit ook op ballet en dan moet ze ook heel veel kuittrainingen doen, zeg maar, en dan heeft ze ook hele sterke kuiten, dus dan. Ja, en ook gewoon als ik eruit vlieg, dan hebben wij nog iemand, de slimste erover. Ja. Hey, denken jullie dat jullie gaan winnen? Nou ja. Wacht even. Ho! Ja. Volgens mij, ik zie hier een nee. Volgens mij, als jij aan iets meedoet. Ja, ik wil je toch winnen, of niet? Ja, ik wil ook wel winnen. Je hoopt dat je wint. Ja, maar ook weer niet. Want dan hebben wij 10 februari hebben we dan de volgende ronde. Ja. Dan zijn we tegen je nieuw. Maar ik zit in de Raad van Elf van Carnaval. Dan is het geen carnaval vieren. Nou, maar ik wil ook carnaval vieren. Anders ga ik op je plek. We gaan gewoon. Je wilt toch winnen? Ja. Of ga je nu al daar zitten zo van. Nee, ik ga niet meedoen. Ik kom carnaval. Ik moet carnaval vieren. Ik ga niet winnen. Nee. We gaan met de Beste Vriendenquiz voor Sint Maarten. Want wij hebben zelf al een kraampje allebei. Voor Sint Maarten op de kraam. Geld ophalen. Ja, want dat konden ze wel gebruiken toen die orkaan daar was. Mm-hmm. En dan hebben we ook, want mijn papa's familie, dat is natuurlijk dan ook bij mijn familie. Heel veel tantes die wonen daar ook. Mm-hmm. En dan een van die tantes heeft ook een school daar. Die werkt op een school en die kan natuurlijk ook wel een paar dingetjes gebruiken. Mm-hmm. En dan hebben we ook, dan doen we het eigenlijk voor die school. Ja, cool. Heel mooi. Ja. Waar spelen jullie voor? De Clini-clowns. De Clini-clowns. En waarom die keuze? Ja, want we vonden het wel heel erg belangrijk dat kinderen die dan ziek zijn in het ziekenhuis ook gewoon lol kunnen hebben. Een keertje kunnen lachen. Ja. Snap ik. Waarom lachen jullie nou weer? En volgens mij hebben jullie een meester die hier wel eens is, volgens mij. Die ook wel eens hier op de bank heeft gezeten. Yep. Ralf Dekmans. Ja, die striptekenaar. Yep. Ja. Cool man, super vet.
Hij is er heel goed in. Want hij zegt zelf altijd dat jullie heel enthousiast over hem zijn. Maar zijn jullie ook enthousiast over hem? Ja. Is de leuke meester? Ja, dat klopt. Oh, ik ook. Is de leuke meester? Ja, heel leuk. Grappig. Ja, hij is... Ja. Hij is heel leuk. Hij is heel leuk. En misschien dat, dat meester Ralf ook niet meeschrijft. We krijgen morgen een extra dropje. Van wie spelen jullie? De kinderboerderij in? Bokstel. In Bokstel. En waarom hebben jullie gekozen voor We hadden eerst het ouderenfonds. Ja. Alleen, we hadden Doetwina of zoiets. Dat is het ouderenfonds. En alleen, daar mochten hun rekeningnummer niet. Dus we moesten een ander fonds. Ja. En toen moesten we dichtbij zijnde. En dat was de kinderboerderij. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Heel slim. Ja. Hè? Want de kinderboerderijen moeten ook heel hard werken om alles maar te regelen. Met heel veel vrijwilligers, hè? Ja. Toch? Ja. En ik ga jullie hopen toch wel om te winnen, denk ik. Ja, we gaan gewoon zeker ons best doen. Ja, en als we niet winnen, is het ook echt helemaal geen drama. Want je mag het toch een keer meemaken. Ja, en dat is super geweldig al. Van al die honderden kinderen zijn we wel uitgekozen. Dus Want hoeveel, heb je een idee van hoeveel kinderen er eigenlijk mee hebben gedaan? Aan Ik denk heel veel. Iets over in duizenden. Sowieso duizenden. Twee klassen van onze school, van de 2 groep 8. Alleen, wij zitten in groep 7-8, dus dat is maar een helft groep 8. Dus dan hebben wij als soort van meer kans, zal ik zeggen. Ja. Maar ik denk dat toen wij daar waren, toen hadden wij wel heel veel kinderen gezien daar ook allemaal waren. Ja. Die heel enthousiast eruit kwamen. Wij dachten, oké, dus het wordt iets met vragen of zo. Maar het was wel spannend. En ook gewoon, wie wordt je tegenstander? Ja, dat is tuurlijk. Ook gewoon een vraag van, we hebben trouwens nog foto's zitten denken. Kijk eens even mee wat we hier zien. Oh, ik krijg te horen dat we geen foto's meer hebben. Dat hoort ook met televisie, hè? Toch? Ja. Ja, dat kan allemaal. Ja. Ik wil jullie superveel succes wensen. Ja. Dank je. Beetje slapen alle twee? Ja. Hè? Morgen is de grote dag. Ja. Wie gaat er met jullie mee? We zijn neef en nicht en dus onze familie. Onze ouders, onze broertjes en zusjes. Oma en opa's. Mijn vriendin uit Lelystad. Kijk, Emily. Een hele aanhang. Ja. Cool, super cool. Jullie ook heel veel succes. Jullie ook heel veel succes. Dankjewel. Ja. Als je best doet, gewoon geen carnaval vieren. Nee. En dan wil ik tegen u thuis zeggen, ontzettend dank voor het kijken. Dit was weer de eerste aflevering van Dommeland Live van 2018. Dat het maar een prachtig jaar mag worden. Zowel voor de vrijwilligers hier bij Dommeland Live, die we natuurlijk super dankbaar zijn dat ze hier iedere keer weer voor ons aanwezig zijn. En u thuis, dat u naar ons kijkt. Ik wens u een heel prettig jaar. Fijne avond. Niet van chips eten. Tot snel.